Ja, als het goed is zijn we weer live vandaag. Welkom bij Kleur in Cultuur TV. Ik ben Sherazade en ik ben theaterdocent voor Kleur in Cultuur. En zoals jullie al misschien in de beschrijving hebben kunnen lezen, ga ik jullie vandaag wat tips geven over acteren en over hoe je je stem kan inzetten bij het acteren. En nou is het natuurlijk heel belangrijk tijdens het acteren, zowel als je de vloer op gaat of als je thuis lekker wat gaat doen of wat gaat laten zien in je familie. Of misschien heb je wel een schoolmusical die eraan komt. En daar is het altijd bij belangrijk dat je goed bent opgewarmd. En opwarmen kan je op verschillende manieren doen. Je kan je lijf opwarmen, je kan je stem opwarmen. En binnen die twee kan je ook op talloze manieren een oefening doen om op te warmen. Wij gaan er vandaag een paar doen die gericht zijn op de stem en op het gezicht. En daarbij is het belangrijk dat je hier vooral ontspannen bent en alles hier mooi los is gemaakt, zodat je tijdens het acteren, stel nou je hebt een tekst die je moet opnoemen, dat je dat en duidelijk kan uitspreken, en dat je verstaanbaar bent, en dat je natuurlijk achteraf geen last krijgt van je stem. Dus we gaan beginnen met de eerste oefening. En dat is een opwarming voordat we echt onze stem gaan gebruiken. Krijg je een opwarming die het gezicht een beetje wakker maakt. En daarvoor leg je je handen op je wangen en gaan we het gezicht masseren. En dat doe je echt stapsgewijs. Dus je begint echt bij je wangen en je maakt rondjes met je handen. En het voelt misschien heel raar, maar het is heel goed om je gezicht wakker te krijgen door dit te doen. En vooral niet zoals ik te veel te praten. Dus ontspan lekker. Je mag eventueel je ogen dicht doen. En die rondjes, die mag je best groot maken. En dan ga je naar boven. Je gaat langs je slaap, dat hier zit. Wees daar voorzichtig mee. En je gaat naar boven. En je neemt je voorhoofd mee. Kijk, en je ziet al hoeveel er kan bewegen in je gezicht. En dat is allemaal ruimte die je krijgt om ook je emotie te laten zien. Dus dit maken we los. Je gaat nog één keer naar beneden. Je neemt je kin mee. En nog een keer de andere kant op. En je kan zelfs nog een beetje boven je wenkbrauwen. En je neemt ook je oren mee. En de andere kant op. Dan pak je twee vingers, het liefst je wijsvinger en je duim. En je pakt even je wangen goed vast. En je gaat ze even knijpen. En vanaf je kin ga je omhoog. Zo. En de zijkant. En je kan je wenkbrauwen heel fijn pakken. En ook dat voelt misschien een beetje raar. Het is niet de bedoeling dat het pijn doet, maar je mag wel wat voelen. Dus je mag ook echt je wang een beetje goed vasthouden. En misschien vraag je je af, ja, maar waarom doen we dit nou eigenlijk? Want ik wil eigenlijk gewoon acteren. Bij acteren wil je goed kunnen articuleren. En wil je een emotie laten zien met je gezicht. En daarvoor kan je ruimte maken, extra ruimte, door dit mooi op te warmen. En ook achteraf, als je hiermee klaar bent, voel je veel meer alles in je gezicht. Dus je bent je veel bewuster van wat je met je gezicht doet. Nou, pak je nog één keer even. Kijk of je je voorhoofd kan pakken. Nog één keer je wangen. Nog één keer je kin. En dan het lekkerste eventjes je oren. En je gaat langs de bovenkant weer omhoog. Ja. Sorry voor de rommel en het geluid. Er wordt hier heel veel verbouwd. Dus dat kan je waarschijnlijk een beetje meekrijgen. Nou, als je dat hebt gedaan, hoop ik dat je al eventjes, neem even de tijd. Sluit even je ogen. En voel even de hitte die je nu op je gezicht hebt gecreëerd. Door al dat knijpen en door dat aanraken. Is je gezicht nu helemaal warm geworden? Bij mij een beetje rood. Omdat het bloed gaat doorlopen. Je wordt wakker. Dan gaan we even een wat ontspannende oefening doen. De regen op je hoofd. Draait je handen om. En je gaat zachtjes. Begin je met tikken op je voorhoofd. En dan ga je naar achter. Het lekkerste is om deze oefening staand te doen. Ik zit momenteel om jullie een beetje voor het beeld goed te hebben. Het lekkerste is om deze staan te doen, omdat je dan ook recht gaat staan en meer ontspannen bent. Nou, je gaat langs het midden bij je kruin, ga je naar buiten, naar de achterkant en weer naar voren. En
dan pak je alles op. En dan mag je van dat regen, van dat tikken, mag je overgaan in masseren. Nou, bij theater is het ook belangrijk om een beetje lief te zijn voor jezelf. En een opwarming hoeft niet altijd vervelend te zijn. Zorg dat je alles even lekker masseert. Kan eventueel je haar zachtjes pakken. En het een beetje bewegen. Zie je dat er wat loskomt? En dat kan je ook aan de achterkant doen. En aan de zijkant. En aan de voorkant. Nou, hebben we het gezicht een beetje wakker gemaakt? Dan gaan we eens even kijken hoe grote kauwgom wij kunnen kauwen. Dus je pakt een kauwgom, denkbeeldig, en die stop je in je mond. En dan ga je hele grote kauwbewegingen maken. In een cirkel. En het is een hele grote kauwgombal. Blijf maar doorkauwen. Naar de ene kant. En naar de andere kant. En kijk eens of je een grote bel kan blazen. Hoe laat je dat zien? Hij moet groter, dus we gaan even nog een keer de kauwgom kauwen. Dan ziet er een beetje gek uit. Maar dat is juist goed. Want je maakt alles los. Kom ook de andere kant op. Stel nou dat hij echt heel groot is, dan gaat het heel moeilijk. Nou, gaan we kijken of we nog een keer heel groot kunnen blazen. Kijk, al een stukje beter. Nou, we hebben alles een beetje losgemasseerd en losgekauwd. En heb ik nog één oefening voordat we echt de stem gaan toepassen. En dat is tanden poetsen met je vinger. En hierbij gaan we eigenlijk een beetje beginnen met stem te gebruiken. Je gaat namelijk je vinger tussen je lippen leggen en heel ontspannen. En dan kan je poetsen. En tijdens dat poetsen ga je geluiden maken. En die geluiden gaan omhoog en omlaag en omhoog en omlaag. En dat klinkt dan als volgt. Dus ik ga met mijn hand omhoog. En dat betekent dat je even meegaat met je stem omhoog. Dus je gaat hoger poetsen en je gaat weer lager poetsen. Nou, die doen we even een paar keer. En deze oefening is heel fijn, zowel als je gaat zingen, als je gaat acteren of wat anders met je stem gaat doen. Omdat je met deze oefening eigenlijk nooit je stem overschreeuwt. Je gaat er nooit overheen en het is een hele fijne manier om rustig op te warmen. Dus gaan we even een paar keer doen. En je kan ook gewoon zo ademhalen en dan ga je nog een keer. Nou, deze kan je ook thuis doen. En dat is misschien heel leuk. Want je kan tegenover elkaar staan. Dit is een oefening die je thuis kan doen. Je gaat tegenover elkaar staan. En je pakt een kwast, een denkbeeldige kwast. En je gaat eens kijken of je die lijnen. En ik ga nu even over mijn hoofd heen en mijn oor. Zo kan schilderen. Terwijl je dat doet. En dan ga je. Dus je gaat eigenlijk het schilderen omzetten in geluid. Nou, dat is eigenlijk een leuke oefening om tegelijkertijd je stem op te warmen. Nou, dan gaan we nu over naar de A, E, I, O, U. De klinkers. A, E, I, O, U. En dat zijn hele fijne klinkers, de klinkers. Dat zijn hele fijne letters om je spraak aan te krijgen. Want de A zit helemaal achter. A, de E. Gaat in je mond een klein stukje dichter. Dus je gaat een beetje naar voren. De I gaat nog meer naar voren. De O gaat nog meer naar voren. En de U ligt helemaal vooraan. Dus wat doe je eigenlijk? Je gaat van achter naar voor je stem opwarmen. En je gaat van achter naar voor je articulatie aanzetten. En articulatie is hoe je dingen uitspreekt. Je kan natuurlijk zo praten. En dan kan je eigenlijk niet zien wat ik aan het praten ben. Maar ik kan ook heel duidelijk zo praten. En dan kan iemand die heel ver weg staat zelfs liplezen wat ik zeg. Nou, en dat is heel belangrijk bij theater en bij acteren, dat je verstaanbaar bent. Dus, tip 1, zorg dat je verstaanbaar bent. En dat kan je dus doen door bijvoorbeeld deze oefening uit te voeren. Nou, de A, E, I, O, U.
begin je hier achter en je legt je vingers in je wang. Dan zeg je A, E, I, O, U. En zie je hoe mijn vingers hier begonnen en hier zijn geëindigd? A, E, I, O, U. En zo kun je dus testen of je dat goed uitspreekt. A, E, I, O, U. Nou, dan doen we nog even 3 keer. Komt-ie? A, E, I, O, U. Helemaal vooraan. A, E, I, O, U. En nu 1 keer snel. A, E, I, O, U. Ja, heel goed. Nou, nu kunnen we hem een beetje moeilijker maken. Weer met die vinger. We gaan hem niet zo leggen, maar we gaan hem zo leggen. Dus je houdt je vinger tussen je tanden. En dan ga je eens kijken of jij die A, E, I, O, U kan uitspreken. Komt-ie. A, E, I, O, U. Doe hem nog een keer. A, E, I, O, U. Wil dat een beetje lukken? Het is daarbij heel belangrijk dat je duidelijk praat. Dus je mag best wel wat geluid geven. Je hoeft niet te schreeuwen. Maar je bent duidelijk aan het praten. En dat je toch, zonder dat je je mond kan bewegen. Want je bent hier natuurlijk bezig. Dat je toch dit meeneemt. En daarvoor hebben we dus aan het begin die oefening gedaan. En hebben we gekauwd. Dus dan gaan we nog 1 keer. A, E, I, O, U. Kijk eens even thuis of je papa, mama, je broer, je zus of oom, tante, opa dan eens kan vragen of zij deze oefening kunnen uitvoeren terwijl ze hun vinger in hun mond hebben. Dan gaan we gelijk met die vinger verder. Dan geef je die 2 zinnen. De kat krabt de krullen van de trap. En Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. Dus de eerste is de kat krabt de krullen van de trap. Nou, als het goed is, kennen de meesten van jullie waarschijnlijk deze zin al. En jullie papa's en mama's sowieso. Dus gaan we even oefenen, want dit is een hele goede voor je spraak. De kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. Nog 1 keer. De kat krabt de krullen van de trap. De volgende zin komt zo meteen. Bij deze zin wil ik dat je het volgende doet. De kat krabt de krullen van de trap. En het is daarbij belangrijk dat je vinger niet te ver in je mond steekt, want je kan nog wel je tong gebruiken om dit uit te spreken. Dus alleen het topje van je vinger steek je ertussen, zodat er ruimte is en zodat je tanden niet bewegen. En dan gaan we de oefening doen. De kat krabt de krullen van de trap. De kat krabt de krullen van de trap. Nou, hoe kan ik nou die zin uitspreken terwijl ik mijn vinger in mijn mond heb? Nou, als je het goed hebt gekeken, dan had je het waarschijnlijk al een beetje kunnen zien. Maar ik gebruik dus heel erg mijn lippen, omdat ik mijn mond niet kan open en dicht doen. Dus dat is weer een hele fijne om weer die articulatie, zonder dat je door hebt, te oefenen. Dus dan gaan we nog 1 keertje doen. De kat krabt de krullen van de trap. Nou, gaan we door met de volgende zin, want die zit nog meer in de hol. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. En daarbij gebruik je heel erg je tong. Dus dan gaan we eens kijken of dat met deze oefening kan. De vinger, klein stukje in mond. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. Doe er nog 1 keertje. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindenlaan. Nou, hoe gaat dat bij jullie? Wil dat dan een beetje lukken? Het is natuurlijk altijd een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. En zo gaat het natuurlijk ook bij theater en acteren. Dus ga deze thuis oefenen. En dat kan met elke zin. Je kan ook gewoon iets vragen aan je vader, je moeder of aan je juf. Meestal aan iemand met je vinger in je mond. En dan oefen je gelijk je spraak. Dus probeer dat thuis eens uit en kijk of je er een spelletje van kan maken thuis. Misschien degene die als eerste de zin helemaal heeft uitgesproken met zijn vinger in de mond. Degene die de beste uitspraak doet. Ga daarmee aan de slag. En dan heb ik straks nog een paar oefeningen die je thuis kan doen die ook heel leuk zijn. En dan gaan we nu over naar het acteren. Want ik ga jullie even een zin meegeven. En die zin is, zeg mevrouw, wat doet u nou? Dus de zin is, zeg mevrouw, wat doet u nou? Nou, dat is een vraag. En tijdens acteren zijn er bepaalde manieren waarop je emotie kan laten zien.
Maar je kan emotie ook laten horen. En er zijn andere manieren om te acteren, zonder dat je echt je best moet doen om die emotie te laten zien. Wat meer handigheidjes zijn die je kan toepassen. En die ga ik jullie vandaag leren. En je hebt er 5. En er zijn 5 manieren hoe je muzikaal kan acteren. En muzikaal acteren, daar bedoel ik mee dat je het gehoor gebruikt om veranderingen aan te brengen in je spel, in hoe je acteert. En dat je daarmee een andere rol aanneemt. Nou, dan heb je de eerste. En die heeft te maken met hoog en laag praten. Nou, als ik heel laag praat, dan kan ik een beetje ongeïnteresseerd overkomen. En als ik heel hoog praat, dan kan ik een beetje onzeker overkomen. Dus alleen al door hoog of laag te praten, kan je al iemand neerzetten. Ik ben een bakker. En ik bak brood. En ik ben eigenlijk een heel klein bang muisje. Ja. Dus op die manier kan je alleen al met je stem hoog praten of laag te laten praten. Kan je eigenlijk al iemand neerzetten. Dus dat is iets wat je kan gebruiken bij acteren. Nou, dan heb je de tweede. En die gaat over snelheid. Je kan snel en langzaam lopen. Nou, als we even teruggaan naar die bakker. Die heel laag praat. Wat zou dan het beste bij een bakker passen? Als je kan kiezen tussen snel praten en langzaam praten. Nou, wat denk je? Nou, ik denk, ik zou kiezen voor langzaam praten. Dus als ik nou mijn stem op laag breng en ik praat heel laag. En dan ook nog langzaam ga praten. Dan kom ik een beetje zo over. En dat kan heel langzaam gaan. Maar het kan ook een beetje sneller gaan. En ik kan nog sneller gaan. Ik kan nog sneller gaan. Nog sneller. En daar zijn allemaal stapjes in. Wat je ook kan meenemen in je acteren. Nou, als je heel langzaam praat. Kan dat verschillende dingen betekenen. Het kan bijvoorbeeld betekenen wat een docent doet. En die probeert langzaam te praten. Zodat alles duidelijk is. Maar het kan ook overkomen alsof je iemand aan het beste bent. Ja, dus je kan allemaal verschillende typetjes ook daarmee spelen. En als je heel snel praat, dan kan het natuurlijk zijn alsof je eigenlijk ontzettend slim bent en heel veel te vertellen hebt. Maar het kan ook zijn alsof je heel veel haast hebt en moet echt nu heel erg weg, maar ik kan de sleutel niet vinden en ik heb de deur niet dichtgedaan. Dus dat is ook een manier om in je spel een verandering aan te brengen. Dus we hebben nu 1. Hoog en laag praten. 2. Snel en langzaam. Dan hebben we de derde. En dat is heel hard praten. En dan praat ik echt heel hard. Of heel zacht praten. Nou, en daarbij is het echt heel belangrijk dat voordat je dit gaat toepassen, toch wel een beetje bent opgewarmd. Sowieso in je stem. Omdat het vermoeiend kan zijn voor je stem. Maar je kan ook last krijgen van je stem. Dus zorg echt dat je opgewarmd bent. Al doe je deze. Even een paar keer achter elkaar en ook laag. Ja, doe die een paar keer achter elkaar voordat je hiermee aan de slag gaat. Want ik wil natuurlijk niet dat je thuis lekker aan het acteren bent en dat je hartstikke veel last krijgt van je stem. En dat hoeft ook helemaal niet, want je kan gewoon opwarmen en je weet nu hoe dat moet. Nou, dat hard en zacht gaan we weer even terug naar dat hele begin, wat ging over hoog en lage tonen. Als je nou heel hoog praat, maar ook heel zachtjes. Dan kun je misschien wel een hele bange muis zijn. En als je nou heel laag praat en heel hard, dan ben je misschien wel de koning. Of misschien ben je wel een soldaat. Dus ook hard en zacht kan heel veel invloed hebben. Nou is één ding heel belangrijk, dat je altijd rekening houdt met hoe ver je van het publiek afstaat. Als je nou heel ver van het publiek afstaat, moet je altijd een beetje harder praten. En als je nou bijvoorbeeld in de woonkamer iets doet, dan hoef je niet heel hard te praten. Maar stel nou dat je echt een keer op toneel komt te staan, of dat je een keer op straat iets gaat laten zien, misschien wel met Koningsdag volgend jaar, dan is het heel belangrijk dat je goed beseft dat je altijd een beetje harder moet praten als normaal. En dan zal je misschien een beetje het gevoel hebben dat je aan het schreeuwen bent, maar dat is echt niet zo. Dus maak je daar geen zorgen over.
Nou, ik heb dus 3 gehad. Hoog, laag, snel, langzaam, hard, zacht. Dan heb ik er nog 2. Die zijn iets ingewikkelder uit te leggen. En dat is een verschil in kleur, hoe je praat. En dat kan bijvoorbeeld zijn dof of helder, warm of koud. En dat zit hem een beetje in hoe je dingen uitspreekt. Nou, dit kan een beetje richting de strenge en de koude kant gaan. En dit kan een beetje tegen de wat meer warme kant gaan, waardoor je wat fijner en vrolijker bent. Nou, dat is een beetje het voorbeeld van de 4e. Die is moeilijk om toe te passen als je er te veel over gaat nadenken. Maar eigenlijk moet je gewoon iemand in je hoofd nemen, hoe diegene misschien zou praten. En dan kom je er vanzelf. Dus als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een warme kleur, moet je eigenlijk ook aan iets warms denken. En aan een warme zon, en aan de bloemen die dan opengaan. Als je dat dan een beetje uitspreekt hoe dat er allemaal uitziet, dan kom je vanzelf een beetje in die fijne, warme stem. Dus om precies bij die dingen te komen die je zoekt, bij nummer 4, wat gaat over de kleur van je stem, helpt het om aan hetgene te denken wat je zoekt en dat ook te beschrijven. Dus als ik denk aan hele, hele koude ijsbergen, dan zie ik die zo puntig voor me, en heel koud en glad. Nou, en op die manier kom je dus met je stem bij een verschillende kleur. En dan hebben we de 5e. En dat heeft te maken met wat je hoort en hoeveel je hoort. En dat gaat om met meerdere mensen spelen. En de 5e kan, heet meerstemmigheid eigenlijk. En dat is, zegt het eigenlijk al, meer stemmen. En dat heeft dus te maken met hoeveel mensen je praat. En het kan maar net zo zijn dat je een tekst hebt die je met z'n 2 tegelijk kan uitspreken. Weet je wel eens als je thuis of een keertje aan het spelen bent of met vriendjes of vriendinnetjes bent en dat je toevallig tegelijkertijd hetzelfde zegt? Nou, dat heeft ook invloed op wat je neerzet. Want misschien ben je wel een tweeling, misschien klinkt het wel heel helder in de oren van het publiek. Meerstemmigheid heeft een heel grote invloed op wat je als publiek binnenkrijgt. Nou, maar die gaan we eventjes opzij zetten, omdat we nu... Ben ik alleen en misschien ben jij wel alleen. En deze kan je dus niet zo goed oefenen thuis. Maar je kan de andere 4 wel oefenen. Dus we gaan even terug naar die zin. En dat is, zeg mevrouw, wat doet u nou? Nou, dan gaan we eens even oefenen. We gaan het een paar keer zeggen. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Dan mag jij me nazeggen. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Doen we nog 1 keer. Dan zeg ik hem voor en dan mag jij me nazeggen. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Heel goed. En als je goed hebt geluisterd, hoorde je wat ik zei? Zeg mevrouw, wat doet u nou? Dus ik begon een beetje op mijn eigen toon en dan ging ik omhoog. Maar je kan ook zeggen, zeg mevrouw, wat doet u nou? Ja. Nou, dan ben ik aan het spelen met de toonhoogte. Maar ik kan ook eigenlijk zo zeggen, zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? Probeer het eens heel snel. 1, 2. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? En je kan ook heel langzaam zeggen. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? Ja? Dus merk je dat ik bij de laatste veel overheersender overkom door langzaam te praten? Wordt mijn status hoger? Status is een woord wat je tijdens acteren kan gebruiken om, als je 2 of meerdere spelers hebt, aan te geven wie eigenlijk meer de baas is dan de ander. En bij deze, hoe langzamer ik praat en mijn vraag stel, kom ik eigenlijk heel hoog in die status terecht. Ik ben heel geloofwaardig. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Nou, en dan heb je natuurlijk ook hard en zacht. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Nou, en alleen al door zacht te praten, heb je gelijk een verhaal met 1 zin. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Nou, ik kan gelijk het verhaal geven als ik hier naar luister. Denk ik al gelijk, er heeft iemand iets heel stouts gedaan. En hij is betrapt door iemand. En die weet ook dat het stout is en die gaat diegene niet verklikken. Dus die zegt heel zacht, zeg mevrouw, wat doet u nou? Zoiets zou het kunnen zijn. Maar het kan natuurlijk ook heel hard zijn. Zeg mevrouw, wat doet u nou? En dan kan het bijvoorbeeld klinken alsof er iets heel geks gebeurt, wat je niet had verwacht. En dat kan natuurlijk ook zo. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? Weer warm en koud.
kan je gelijk je personage neerzetten. En je kan ze ook combineren. Je kan bijvoorbeeld heel snel praten en heel koud. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Een hele, misschien een chagrijnige dame die dan roept, zeg mevrouw, wat doet u nou? Of een warme stem en heel hoog en langzaam. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Nou, dat doet me gelijk denken aan als je bijvoorbeeld een huisdier hebt en je er heel lief tegen praat. Wat lief, oh wat schattig. Ja, dus je komt gelijk ook in verhalen. Dus ik ga ze nog één keer herhalen. Met de zin, zeg mevrouw, wat doet u nou? Kan je een hoge en lage toon kan je gebruiken om in spel een verandering aan te brengen. Om een personage neer te zetten en om emotie te laten doorklinken. En de eerste was dus hoog-laag. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? De tweede, waarmee je verandering kan aanbrengen en een emotie kan laten horen. Snel en langzaam. Zeg mevrouw, wat doet u nou? En de snelle is, zeg mevrouw, wat doet u nou? Dan hebben we de derde, die gaat over hard en zacht. Zeg mevrouw, wat doet u nou? En zacht, zeg mevrouw, wat doet u nou? Dan hebben we de vierde, dat heeft te maken met de warmte, met de kleur. Bijvoorbeeld warm en koud. Zeg mevrouw, wat doet u nou? En de koude, zeg mevrouw, wat doet u nou? Zie je dat ik ook mijn mond een beetje bij elkaar houd? En doordat ik dat articuleren goed heb geoefend, kan ik ook zo heel duidelijk verstaanbaar zijn. En de laatste, die iets moeilijker is, heeft met meerstemmigheid te maken. En dat doe je als je samen bent. Je kan tegelijkertijd de zin zeggen, of je kan ze naar elkaar zeggen, of je kan elkaar echoen. Zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? Zeg mevrouw, wat doet u nou? En daarmee kan je ook een verhaal vertellen. Nou, als je thuis wil acteren, en je hebt deze hele opwarming goed gedaan, je hebt de zinnen geoefend, je hebt met je ouders of met je broertje of zusje misschien een wedstrijdje gedaan wie het het beste kon doen, heb ik een paar leuke oefeningen voor je. En de eerste is nasynchronisatie. Dat gebeurt heel vaak op tv. Dan zie je een tv-programma, ook vaak bij kinderprogramma's die bijvoorbeeld Engels zijn, en die dan over worden gesproken met de Nederlandse taal, waardoor we het hier anders verstaan en misschien wel beter voelen. En die oefening is dat je één iemand op toneel zet in de woonkamer. En dat mag jij zelf zijn of de ander. En die mag zijn stem niet gebruiken. Maar die moet alles uitbeelden en die moet net doen alsof hij praat. Jij zit op de bank en jij gaat een verhaal vertellen. En jij bent de stem van diegene. Dus stel iemand staat in de woonkamer en jij bent degene die eigenlijk de stem is. En je zegt, hallo allemaal, goedemiddag, hoe gaat het met jullie? En dat doet degene die er staat, die zegt dus, dus die moet daar heel snel op reageren en mimiek gebruiken, dus dat is je gezicht laten zien, je lijf gebruiken en heel duidelijk articuleren. Nou, dat is de eerste oefening die je kan doen, dus ik leg hem nog één keer uit. Deze oefening doe je sowieso met z'n tweeën of meerdere. De ene staat op het toneel en de ander staat aan de zijkant en die aan de zijkant staat is de stem van degene op toneel. Dus de stem komt hier vandaan en degene die praat, die staat op toneel. Dus die gebruikt niet zijn stem, maar die praat nep. Nou, dit is een hele goede om snel op gehoor te reageren en om je articulatie te gebruiken en om je lijf in te zetten. Dan heb ik nog een tweede oefening, die is heel leuk, die vind ik zelf heel erg leuk. Dat is dat je tegenover elkaar staat en er mag best wel een ruimte tussen zitten. De ene hoeft alleen maar te luisteren. En de oefening is vooral voor de ander bedoeld. En dat is met de zin, kom eens hier. Kom eens hier. En die zin, met die zin ga je proberen om de ander bij jou te krijgen. En je moet iedere keer proberen om iets anders toe te passen. Dus de ene keer praat je hoog, de andere keer praat je laag, dan weer snel, dan weer langzaam, dan weer warm, dan weer koud. Dan gebruik je misschien helemaal niet je articulatie en dan zeg je, kom eens hier. En de andere keer zeg je misschien, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Je hebt iets gezien misschien. Of je bent heel boos. Kom eens hier. Je maakt het langzamer. Nou, en degene die staat en die alleen luistert, die doet het volgende. Die luistert. En als hij gelooft wat je zegt, mag je één stap naar voren zetten. En iedere keer dat hij jou gelooft, zet hij één stap naar voren. Totdat diegene bij jou is. En het leukste is deze om deze met z'n vieren, met z'n vieren te doen. Want dan kun je natuurlijk een wedstrijdje doen.
Wie van de twee is als eerste aan de overkant? Dus twee mensen zeggen kom eens hier tegen degene aan de overkant. En diegene aan de overkant die zet één stap wanneer die het hoort. Nou, de allerlaatste is een hele simpele. Als je tekst wil leren en je bent thuis en je krijgt de tekst niet goed in je hoofd, dan heb ik een tip voor je. Begin op één plek in je huis en dan loop je door je huis heen. Dus misschien heb je een tekst die begint met kom eens hier en die start je in je woonkamer. En dan loop je voor de volgende zin naar een andere kamer en dan naar een andere kamer en dan naar een andere kamer. En dat doe je een paar keer. Je loopt altijd dezelfde route. En op die manier heb je tekst in je hoofd, zodat je later dit allemaal wat we vandaag hebben geleerd kan toepassen. Nou, ik ben super benieuwd hoe jullie het allemaal gaan doen met de les. Dus heb je iets leuks om te laten zien? Heb je een filmpje of een foto van jezelf tijdens deze oefeningen? Dan kan je die sturen naar info@kleurincultuur.com. Dus nog een keer info@kleurincultuur.com. En dan wens ik jullie heel veel plezier en nog een hele fijne week. En kijk vooral ook naar alle andere video's die op dit kanaal te vinden zijn. Heel erg bedankt en tot de volgende keer.